Thijs Hinderling. De zenuwen een beetje te temperen. Laat je horen voor Shadowbo! Goedenavond! Mijn naam is Corleone Rippelin, samen met nieuwe middelen Shadowbo. Maar voordat we beginnen wil ik even iets aan jullie vragen. Thank you.
stad naast voor mij. Jij bent tegen stil en te zien. Schijnt toch uit over die bommen, houd de hoop over die bommen. Rotterdam staat zonder uit, bijna ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de man maar mis. Dan de mooiste bosstad. Daar verder op de zwaan, de twee gevaartes kijken ons vanuit de hoogte aan. Altijd vol zijn de terrassen die bij de oude haven horen. En trots staan daar dat witte huis, die vriendelijke toren. De klaarjes op de marktdag, vol handen uit de bouwen. En rond ook enkel Rotterdams. Merkwaardigste gebouwen, vooruit naar Oostenrijk toe, want daar is het vertoeven. Daar kan je ook de sfeer van het studentenleven proeven. En Kralingen, ook Kralingen, zijn villa's en zijn pas. Daar Kralingen zal toch wel altijd blijven hoe het was. Schijnt er uit over die poppen. Over die bommen, tot de dag staat zonder uit. Bijna ligt er wel verdomme. Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plan maar mis. Tot de dag was je godsdag. Let's go.
can't say is a lot of qualities, so can also help us and we will give everything to reach the final.
gestemd dat ik tegen een muur praat. Ik tenminste als een hoop. Ik zou het toch voor elkaar ontvoer gaan. En ik maak me kapot, waarom zou je dat doen? Het is goed of ik tegen een muur praat. Ik tenminste als een hoop. Ik zou het toch voor elkaar ontvoer gaan. Ik ga kapot, het is ijskoud. Waarom laat je zo in de kou staan? Waar zijn ijskoud? De beste, de beste, de beste. Waarom laat je zo in de kou staan? Iedereen! Waarom zou je dat doen? Dames en heren, hoe is het met het zweetje? Ik ben niet zo held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongens in zijn kijker? Ik weet ook niet wat het is. Zo'n meisje, zo'n lijn en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend, omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik herken geluk met mijn ogen op. Ik zou al met een doof zijn, ik voel bij mijn hoofd zijn. Niet alles op een rijtje, als ik niet zag wat ik nu voor me had. Top, zij, is alles, 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 alles in één. Ze komt van top tot de heen, schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is alles, 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 alles in één. Zelfs een naam op mijn kumbel en toon. Ik weet niet hoe, maar ze laten stralen als de zon. Hey, ik zou blind en doof zijn. Hey, ik voel bij de hoofd zijn. En dat is een belangrijke. Als ik niet zag wat ik hier voor me had. Top, zij is alles, 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 alles in één. Lieve mensen, voordat we de laatste gaan spelen, wil ik jullie heel graag bedanken dat jullie hier allemaal zijn. Wat vet om jullie deel van uit te mogen maken vandaag. En laten we nog even horen van Bo en Kevin. 1, 2, 3. Ik dans
Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten, nee, nee. Ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, babe? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Sowieso historisch, want kijk eens om je heen, een hele Kuip vol met Feyenoord supporters. Dat kan alleen maar in de Kuip! Wat ook alleen maar in de Kuip kan, DJ Rob en MC Joe! Thank you.
Met nummer 16, keeper Valentin Coyocaro. Met nummer 21, Alvier Marciano. Ik weet waarom jullie juichen. Met nummer 30, Thijs Jansen. Met nummer 2, Marcus Pedersen. Nummer 6, Joliet Hendricks. Met nummer 9, Ali Reza. Ja, Max! Met nummer 11, Brian Linssen! Met nummer 13, Philip Sandler! Met nummer 23, Patrick Wollemar! Met nummer 25, Ramon Hendricks! En met nummer 28, de man die vanavond in Tirana misschien wel een vierde Europese prijs omhoog mag gaan houden. Jens Toornstra! En met nummer 32, Denzel Hall. En ik hoorde jullie al juichen bij de man die de afgelopen weken, maanden het doel van Feyenoord zo goed heeft verdedigd. Want jullie weten wat dat betekent. Ik ben nu gekomen bij de basisspelers van jullie Feyenoord. Een timing heeft die man, precies op tijd weer fit. Met nummer 3, lange als een paard, Lutzerel Geert Kluijder. Met nummer 4, waar zou Feyenoord zijn zonder zijn Argentijn, Marco Senezi. En dan met nummer 5, de man bij wie je de lach nooit van het gezicht zult krijgen. Tijd.
En met nummer 7, Feyenoord smaakmaker Luis Sinisterra. Met nummer 10, onze vormgever op het middenveld. Steekpaasjes, lange ballen, vrije trappen, hij kan het allemaal. Kuip laat je horen voor Ortoen Kutje. Onze rechtsbuiten vandaag, dat is hij al een poosje, heeft hij zelf helemaal afgedrongen. Reece Nelson. De stille kracht op het middenveld. De man van geen woorden, maar daden. Maar o zo belangrijk, Frederik Ersten. En dan de man die inmiddels bekend staat als de apotheker of ook wel de kale kletser. Wat is het een mooi seizoen, dankjewel. En wat waren we ook blij en wat zijn we ook blij met onze punt naar voren. Wat een seizoen voor hem en voor Feyenoord. 26, Guus Dirk! En daar komt hij dan. Ik denk dat hij wel jullie lieveling is. Vanavond ook weer. Gaat hij laten zien. Nummer 33, zien we! En dan is er nog één refnummer te vergeven. En dan misschien wel het belangrijkste nummer van deze avond. Dat zijn jullie, nummer 12, jullie Feyenoorders. En dan jullie, dankjewel! Je hebt ze misschien al naar de tubes zien lopen. We hebben in Rotterdam ook een filharmonisch orkest. Heel, heel beroemd over de hele wereld, het Rotterdams Filharmonisch Orkest. En zij maken een hele mooie compositie die ze vanavond aan jullie gaan laten horen. En het doet je denken aan de weg hier naartoe, naar Tirana. Het was een lange weg, het was een hele lange weg. Maar wij zijn Feyenoorders, wij lopen nooit alleen. En het Rotterdamse Philharmonisch Orkest heeft dat als thema gemaakt. En ik waarschuw je, let op, dit wordt kippenvel. Let's go.
20 jaar en nu deze wedstrijd. Daar kan ik echt niet van. Oh, die echt aai of hier beter. En we gaan nog even 1 seconde. Alleen zijn we nergens. Hebben we daar nodig? Thank you.
Ja.